weet natuurlijk een bepaalde situatie, weet je wel, bij Fortuna. Ik ben vanaf mijn 20e ben ik weggegaan. Ik ben er 13 jaar weg geweest. Maar in die tussentijd heb je wel altijd nog contact gehouden met mensen binnen de club, buiten de club. Dus je kent wel min of meer de situatie. Je hebt natuurlijk ook media die je leest en die je luistert. Alleen ja, goed, tot het zo erg zou zijn zoals we er nu voor, zoals we er nu voor staan. Ja, dat is wel een enorme domper en dat komt ook wel hard aan, ja. Ja, dat klopt. Ik bedoel, Fortuna heeft gewoon zijn afspraken net nog gekomen in het verleden bij bepaalde partijen. Onder andere, een grote partij is de eigenaar van het stadion, meneer Wessels. Fortuna heeft gewoon een huur moeten voldoen, heeft dat niet gedaan, dat heeft zich immer opgehoopt. Ja, en dan komt het moment dat zo'n man zei, dan is het genoeg. Nou, en dat begrijp ik, daar heb ik respect voor. Dat is een ondernemer, hij wil zaken doen en dat heeft te maken met een crediteur wat nee betaalt. En dan komen ze in een nare situatie en verzinnen met hun een gesprek op dit moment. Om er ook op een gepaste wijze uit te komen. Maar het is verdomde belangrijk dat Fortuna eigenaar wordt, of mede-eigenaar wordt van dat stadion. En daar hebben we dus partijen bij nodig die dat kunnen mogelijk maken. Want dan kan Fortuna weer gaan exploiteren. Dat is de boodschap van het verhaal van vandaag. We moeten zorgen dat we of zelf, maar dat wordt moeilijk. Want we moeten met formal investors gaan werken. Lui die investeren om rendement te maken. Of de geest met een partij als de gemeente samenwerken, want voor een gemeenschappelijk belang, namelijk dat het sterkste merk van de stad, dat niet verloren gaat. En zie kennen toch tegen aantrekkelijkere condities geld lenen dan dat, zeg maar, investeerders ons het kunnen aanbieden. Dus daar zou onze ideale partij liggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Toch presenteren jullie vanavond met heel veel enthousiasme een team of een plan naar de toekomst. Ja, maar goed, daarvoor zijn we er ook ingestapt en wij zijn enthousiast. Zeker als team, maar de hele werkvloer, de hele organisatie is gewoon super enthousiast. Duwen er heel veel energie in. Wordt ook vanavond eens aangegeven. En dit is wat we laatst ook zeiden. Opgeven is absoluut geen optie. Dat komt niet voor in het woordenboek. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, die zeggen wel eens, dat kan ik niet. Maar kan ik niet, dat bestaat niet. Je moet het altijd proberen en dan kan je daarna wel zien. En wij zijn absoluut van de eerste optie. En dat is gewoon, we kunnen het wel. En we zullen het ook laten zien. Maar realistisch gezien, hoe groot is de kans dat er na dit seizoen nog een Fortuna Sittard is? Nou, na dit seizoen, ik denk dat de kans gewoon heel reëel is en heel groot is. En, alleen ja, het is ook vanavond aangegeven, op dit moment is de liquiditeit is gewoon bijna nihil. Alleen ja, we weten ook wel dat we de komende 2 maanden echt moeten overleven. En dat gaat ons ook wel lukken. We zijn met een aantal mensen in gesprek en je merkt ook wel best wel de opkomst van vanavond. Wat ik gewoon ook steun geef. Mensen die ook niet konden komen vanwege het werk. Een korte tijd hebben we bekend moeten maken dat we deze avond georganiseerd hebben. Maar wij voelen wel dat we een heel breed draagvlak hebben. Alleen ja, dat moet nu wel tot uiting komen. En daar zijn wij de eerste in om die stap te ondernemen. Dat merk is heel sterk. Hè? Ik bedoel, er is geen sterker merk in Sittard geleend dan Fortuna Sittard. En dat mogen duidelijk zijn. Alleen het is nooit echt goed geactiveerd. En Veer hebben nu een bepaalde expertise bij elkaar gebracht om dat merk, zeg maar, goed in de markt te zetten. Je hebt gehoord wie de mensen erop gereageerd hebben. Hè? Ondanks dat we de harde, bittere werkelijkheid verteld hebben, waren de mensen toch enthousiast en positief en geluiden ze ook in het verhaal. Dat vind ik toch heel belangrijk om ook te melden. Dat is onze insteek geweest. Communiceer helder, communiceer transparant. En laat zien wie ze eruit komt. En het feit dat Veer in een eindfase zitten met een heel leuk bedrijf, dat is een teken dat men geluift in hetgene we in Veer geluiven. Dat is eigenlijk de boodschap van vandaag geweest. Nou ja, goed, wat ik ook al aangaf, ik zit al een aantal jaar nu in een bedrijf op het gebied van duurzaamheid. En je merkt gewoon dat er steeds meer animo is en ook veel meer naartoe gehaald wordt. Zeker BVO's in Nederland, omdat ze heel veel schulden hebben, om daar naartoe te gaan. En de plannen klinken inderdaad best ingewikkeld. Maar ik denk dat er zeker naar de toekomst toe, en je merkt door een bedrijfsleven, steeds meer bedrijven moeten gaan richten op duurzaamheid. Je hebt te maken met bepaalde CO2-uitstoot, wat verminderd moet worden in 2018, het gebied van duurzame energie. En je ziet particulieren natuurlijk ook steeds meer gebruik maken van zonne-energie. Nou, daarbij ook andere plannen. Nou, uiteindelijk kom je als BVO, daar denk ik daar ook niet meer onderuit. En wij gaan het als eerste BVO willen we dit te werk stellen. Waarom heb je deze bijeenkomst bij elkaar geroepen? Nou ja, om 3 redenen eigenlijk. De allereerste reden is dat Veer ons het moment zocht om kennis te maken met onze achterban. We zijn eigenlijk direct naar de persconferentie die we zijn aangesteld op 4 oktober. Zijn we eigenlijk meteen begonnen met werken. En eigenlijk wilden we heel snel, zich over de analyse en inventarisatie gedaan hebben,
De strategie en de visie presenteren en ook zeg maar, de weergave op sportief, organisatorisch en financieel gebied. En daarvoor hebben we eigenlijk gekozen om dat vandaag te communiceren met onze achterban. Hoe het een beetje omging vandaag, waren driekwart van het gesprek ging over een visie en dat was een prachtig verhaal. En toen kwam de acute financiële situatie en dat viel toch wel op, want die is ernstig. Ja, klopt. Fortuna heeft het financieel enorm moeilijk. Dat mogen duidelijk zijn. Dat was ook al bekend. Alleen hebben we nu echt in deze maand onderzoek gedaan van ja, wat hebben we nu eigenlijk echt over? Dus we hebben de mensen open en eerlijk willen vertellen van nou, dit is de situatie op dit moment bij Fortuna. Maar we zijn niet aan deze klus begonnen om het er zomaar bij neer te laten liggen. Nee, we willen juist vechten met elkaar en we moeten ook een visie hebben van ja, wie kent ze nu hier uitkomen? Dus zijn we ook heel bewust begonnen om de visie en strategie te presenteren. Met name omdat we ook onderzoek gedaan hebben naar eerst naar onze eigen interne organisatie, naar de mensen. Wat willen die nu eigenlijk? Wat is nu de kracht van het merk Fortuna Sittard? En daar hebben we groot onderzoek naar gedaan. En toen hebben we dat proberen te vertalen naar een visie en naar een strategie. Namelijk dat we de eerste circulair economische betaald voetbalorganisatie willen worden. En we willen eigenlijk de mensen uitleggen wat hield dat nu eigenlijk in? Wat hield dat nu in? En ook de drie strategische pijlers, het pionierschap, de eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland, de eerste KNVB-bekerwinnaar. Dat zijn hele sterke feiten van die merk. Die kent ze, dat is immateriële activa. Die staat niet op die balans, maar die is wel aanwezig en die moest ze activeren. En door, we hebben de mensen ook een stukje hoop willen bieden waarom weer denken hoe deze situatie te kennen komen. En daarvoor zijn we dan met begonnen. Begin met een positief verhaal. Laat ook zien wat ze hoopt om de route te komen. Maar laat daarna gewoon wel eerlijk vertellen, ja jongens, maar dit is wel de realiteit op dit moment bij Fortuna. En die is minder leuk.